Diverse parlementariërs zijn het er niet mee eens dat Telesuur per 1 november haar tarieven verhoogt. Ze hebben donderdag in DNA kritiek geleverd op dit besluit. BEP-assembleelid Ronnie Assabina gaf aan dat het volk al de verhogingen niet meer kan dragen. Hij is ervan overtuigd dat de tariefsverhoging hoger is dan de aangegeven 24%. Het volk blijft het kind van de rekening, moet opdraaien voor alles, voorzitter. Ook voor inefficiëntie en mismanagement, voorzitter. En dat is ongaan. Telesuur wil een loopje met ons nemen, voorzitter, om te zeggen dat die verhoging slechts 26% is. Het is een grote leugen, meneer de voorzitter. Ik heb hier, voorzitter, ik heb zelf nagerekend, vast telefonie is met hoeveel procent? Met 68% gestegen. Bellen per minuut vast is met 66%. Mobiel internet is met 66,47% gestegen. En mobiel bellen van 1,34 naar 4,50 is meer dan 200%. En er wordt niet eens gesproken als het gaat om overal bellen naar het buitenland of naar Dikkezel, voorzitter. Voorzitter, waar is die toegezegde grondige doorlichting, voorzitter, van de parastatale bedrijven? Zoals Telus hiervoor. Dit is onkan, voorzitter. Dus we vragen bijzondere aandacht voor de regering. Exclusief 12% omzetbelasting, voorzitter. Die omzetbelasting die verhoogd is van 8 naar 12%, is nog niet meegenomen in de prijzen die Telus hier met de samenleving heeft gedeeld, voorzitter. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de verhoging nodig is om het bedrijf te redden. De regering had eerder aan Telesuur gevraagd om geen verhogingen door te voeren. Dit is echter niet vol te houden omdat Telesuur haar diensten aanbiedt onder de kostprijs. Ik wil even zeggen, we gaan geen verhoging doorvoeren. We hebben Telesuur verzocht om het aan te houden tot 1 november. En dat is het. Dank u wel. Dank u wel. En voorzitter, nog één punt. Ja. Wat betreft doorlichting van parastatalebedrijven. De regering heeft gezegd dat dat gaat gebeuren. Een aantal parastatalebedrijven zijn al bezig met die doorlichting. En Telesuur die volgt nog. Dank u wel. Telesuur heeft aangegeven dat deze verhoging de continuïteit van de telecommunicatiedienstverlening moet garanderen. Het bedrijf werkt verder aan het veiligstellen van de digitale toekomst van Suriname en streeft ernaar om binnenkort nog hogere internetsnelheden aan te bieden.